Frank. Jongen. Welkom. Dankjewel. Het is, ik ben vorig jaar natuurlijk bij jullie op set geweest. Mocht ik stage lopen een dagje. Ja. Nog gefigureerd zelfs. Ja. Ben je doorgegaan in de business? Ja, ik ben inmiddels aan het auditeren in zelfs Amerika. Het heeft me een hoop opgeleverd. Ja. Ja. Die video doen we achter dit interview plakken. Dus mensen die dat willen zien, die kunnen het setbezoek daarna kijken. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Yes. Klaar voor? Mm-hmm. Top. Een paar weken geleden was Tafkal te gast en daar werd gezegd... je moet alleen gaan acteren als je niks anders kunt. Ben je het hiermee eens? Wie is Tafkal? Dat zijn de lama's met een nieuwe naam. Oh ja, die artist formerly known as de lama's. Nou... een van mijn, laten we zeggen, mentoren... of de man die mij gered heeft voor deze business, Gijs de Lange... hij leeft helaas niet meer. Die zei ooit tegen mij... Frank, op een dag komen ze erachter dat we eigenlijk niks kunnen. Dat is wel wat het is. Op welke leeftijd, als jonge Frank, bedacht jij dat jij wel wilde gaan acteren? Nou, ik kan me vooral herinneren dat ik 6 was of zo, maar dat heb ik echt pas... Kijk, mensen zeggen dan van dat ze het toen al wisten, dat heb ik helemaal, dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Voor mijn gevoel ben ik nog steeds 21 en ligt het leven nog voor me, dat is natuurlijk niet zo. Maar toen ik 6 was, speelde ik in een kerstspel en was ik een schaap. En toen was er andere jongen, waren meer schapen natuurlijk, want dat heb je in een kudde. En die jongen, we hadden een masker op. En die jongen had zijn masker de hele tijd half omhoog. En die keek naar de hele tijd of hij zijn ouders kon vinden. En ik kan me echt bewust herinneren. En mijn eerste herinnering is dat ik dat echt gewoon kut vond. François Verheijen. Verder een leuke, lieve jongen. Maar ik dacht, ja, of je bent een schaap, of je bent het niet. En daar ergens zal het toch wel... Toen kreeg ik chocomel met beschuit met muisjes. En vanaf dat moment heb je bedacht in... Nee, helemaal niet. Dat zeg ik. Heb ik nooit bedacht. Nee. Nee. Mijn broer speelde toneel, dus ging ik dat ook doen op de middelbare school. En toen zei iedereen dat ik dat goed kon. Toen dacht ik, laat ik mijn auditie doen. Toen werd ik aangenomen en... Toen aangenomen bij de toneelschool. En nu is 2023. Ja, zo, dat is echt het gevoel. Ik heb nooit beslissingen gemaakt of zo. En heb je in die jaren dat je dan naar de toneelschool gaat, dan ga je langzaam aan het werk. Is dat gepaard gegaan met veel onzekerheid? Want het is in principe misschien nu minder dan vroeger voor jou, maar het is in principe een onzeker vak. Nou, bij elke eerste draaidag is het sowieso zo. Niet bij Ferry, want dan weet ik ondertussen wel ongeveer hoe ik dat moet spelen. Maar zelfs dan heb je nog zoiets van, oh, hoe zat het ook weer? We zijn weer begonnen en dan gaandeweg groei je er weer meer in. Maar zeker als je een helemaal nieuwe rol speelt, dan is het altijd spannend. Omdat je kan niet meer terug. Dus weet ik veel, als die man zo praat, dan praat hij zo de rest van de reeks. Of van de film of van het toneelstuk. Het toneelstuk kan je het altijd weer wel veranderen. Maar het is ook gewoon heel leuk. Ik zit in de zandbak mijn hele leven. En dat is waarom ik het leuk blijf vinden. Een hele grote zandbak met heel veel dingen. En graafmachines. En ja, te gek. Schepjes en allemaal leuke andere kinderen. Ja. Bijzonder. Ja. Jij mag een kaartje pakken. Oké, ik ben benieuwd. Jongeman, moet je eens even goed naar me luisteren. Stelling... Nederland is enorm aan het vertrutten. Nou ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik natuurlijk... Een ontzettende trut ben. Nou ja, ik ben nu 25. En ik kan me natuurlijk niet per se voor me halen hoe... Kijk, ik heb niet herinneringen van per se toen ik vol 10 of 5 was. Enorm actieve herinneringen.
Dus ik vind dat moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar ik merk met sommige dingen wel dat ik... dat ik op bepaalde punten wel vind dat je steeds meer op je tenen moet lopen en steeds voorzichtiger moet zijn met alles. En ik weet nog vanuit huis uit vroeger dat toen ik een jaar of 14, 15 al was, toen was de drankleeftijd ook nog wat 16, dat mijn ouders zeiden, joh, als je het een beetje normaal houdt, drink een biertje en doe dit. En als ik thuis kwam uit school, dan kreeg ik gewoon een glas cola, bij wijze van. Of pakte ik een fristie, ik noem maar iets. En als ik dan nu af en toe hoor hoe dat met de nieuwere generatie gaat, denk ik wel eens van, als je het dan bijvoorbeeld alleen puur even op dat inzoomt, denk ik wel eens, nou, worden wel voorzichtig. Ja, ik vind het ook heel gek. En een totale misvatting. Die alcoholgrens 16 schiet zijn doel volledig voorbij. Hoe bedoel je dat? Wat het is, het is bedoeld om jongeren van het drank af te houden. Maar wat er natuurlijk gebeurt, omdat ze niet meer het café in moeten, gaan ze of thuis of in het park zitten met sterke drank, want je gaat geen kratten bier mee sjouwen. Dus ze zitten veel eerder aan de wodka. En vroeger leerde je drinken in het café. En als je nou genoeg had gehad, dan zei de barman, nou, weet je, breng die maar naar huis, want dit is wel even genoeg. Dus dat is veel verstandiger. Het heeft niks met realiteit te maken, want die jongeren gaan helemaal niet meer minder, die gaan helemaal niet minder drinken. Dat is onzin. Dus op het moment dat je dat inziet, dan moet je je beleid ook weer veranderen en zeggen, nou, dit klopt niet. We gaan die grens weer terug. Voeren. En je kan beter zorgen dat ze drinken onder begeleiding. Ja. Want dat is een veel reëlere gedachte dan ze nu hebben. En verder, ja, is het serieus wel aan het vertrutten? Dat denk ik ook. Ik kom uit een andere tijd. Ik zeg altijd, ik ben in de ideale tijd opgegroeid. Dat is geen verdienste, dat is mazzel. De jaren 70 waren te vrij. En in de jaren 80 klopte het voor mijn gevoel precies met hoe het in elkaar zat. En wij mochten gewoon op de middelbare school drinken na vieren. Ja. En binnen sigaretjes roken. En niet dat per se een goed idee is. Maar, en die school was ook heel vrij. En daar kon je ontplooien, ook creatief en whatever. En toen ik in de zesde zat, toen ging het eigenlijk mis. Dat voelde ik. Want ineens had je daar een slimme meid dus op de toekomst voorbereid. Er werd rekenen en wiskunde en die exacte vakken werden allemaal veel te belangrijk gemaakt. En voelde je de boel verstrengen op de een of andere manier. En dat was niet alleen op school. Ineens bij de voetbalclub ging iedereen met onderbroekjes aan, douchen. En, ja, alles werd een beetje moeilijker. Eigenlijk vooral moeilijker. Dat was gewoon niet. Wij scholden elkaar ook allemaal verrot. Dat vonden we helemaal niet erg. Nee. Voor van alles en nog wat. En nu is het natuurlijk, het is allemaal heel gevoelig. En ik weet niet of dat per se beter is. Maar als je bijvoorbeeld dan nu naar jou, puur voor jou, hoe kijk jij dan nu naar deze tijd? Hoe kijk jij dan nu tegen deze tijd aan? Wat betreft regels, maar ook natuurlijk dat je nu in jouw vak zijn volgens mij veel meer regels gekomen over consent, over een intimiteitscoach. Hoe kijk je naar? Ja, dat vind ik ook moeilijk, omdat kijk, ik heb altijd. Ik denk, als je met elkaar praat, dan kom je niet zo ver. En daar heb ik niet iemand bij nodig. Als ik een intieme scène met iemand heb, dan probeer ik van tevoren te bonden en dat in goed overleg te doen. Dus ik denk dat daar ook de sleutel zit. En ik weet niet of daar per se iemand bij moet, maar ja, ik ben geen vrouw. Dus ik kan dat kan ik allemaal niet helemaal beoordelen. Ik denk ook dat het soms misschien wel goed is voor mensen die minder mondig zijn of die minder ver in het vak zijn. En zeker met jonge mensen die te ambitieus zijn vaak en daardoor dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen. Dus die niet zo snel nee zullen zeggen. Dus dat vind ik nog een moeilijk voorbeeld eigenlijk. Voor mij denk ik dat niet hoeft. Ik denk ook niet dat ik daar ooit de fout in ben gegaan of zo. Maar goed, ik ben ook best bereid om dat wel te doen als daar behoefte aan is. Dus dat vind ik niet zo erg.
Maar sta je op een andere manier nu op een set? Heb je het idee dat je meer dat je bewuster bent van jezelf, meer moet opletten met de grappen die je misschien maakt of de dingen die je zegt en doet? Ja, ik denk dat we dat met z'n allen aan het doen zijn. En in sommige gevallen is dat misschien ook helemaal niet erg. Alleen, ja, soms is het ook wel echt overgevoelig aan het worden. Ik bedoel, je mag mij ook gewoon voor dikzakken uitschelden, dat vind ik niet zo erg. Dat is wat het is. En als je op alle slakken zout gaat leggen, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld en een beetje saai ook, denk ik. Ik denk ook dat de programma's dan saaier worden, of de films saaier worden, als het allemaal zo onder een loep gelegd. Dat kan niet en dit kan niet en dat mag je niet zeggen en dit mag je niet doen. Oké. Okay. Ja, genoeg? Ja. Over dit onderwerp? Nou, dit vind ik een leuke vraag. Ja. Wat vond je de vorige vraag niet leuk? Jawel, zeker wel. Oh, maar ik vind het altijd toch... dit is dan toch een stelling waar ik op moet antwoorden. En ik vind het altijd het allerleukst om het balletje bij jou te houden. Oh, ja. Ga ik deze meteen terugkaatsen? Ja, kom maar. Ja. Wordt een lastige, maar ik daag je uit. Wat betekenen jouw vrouw en kinderen voor je? Heb jij een relatie? Nee. Zij is moeilijk teruggekaatst. Ja. Ik heb ook nog geen kinderen. Waarom heb je geen relatie? Ja, als ik dat wist. Ja. Kan je niemand vinden? Nee. Zoek je wel op de goede plek? ja, wat is de goede plek? Ik weet het niet. Ik heb wel relaties gehad, maar momenteel... Even niet. Ben ik gelukkig vrijgezel. Ja? Waar zoek je naar? Tja. Ja, blijkbaar naar het onmogelijke. Perfectie. Nee, die bestaat niet. Nee. Streef niet naar perfectie, die bereik je toch niet. Nee, dat blijkt. Ja. Nee. Maar Frank... goed teruggekaatst. Ja, heel goed. Geen enkel probleem. Wat die voor mij betekenen, ja. De wereld. Ja. Maar ja, dat is een inkoppertje, toch? Ja. Hoe oud was je toen je samenkwam? 28. Hoe lang zijn jullie dan nu samen, als je zegt 28? Nou, ik ben 51, dus reken maar uit. Dat is toch een goede 23 jaar. Ja. Daar ben ik ook best trots op. Ja. In mijn business... vrij uitzonderlijk dat mensen dat ook volhouden. Dus, en dat is een groter compliment voor haar dan voor mij. Maar, waarom is dat? Waarom? Is Frank een moeilijke... Of niet moeilijk? Hoe is het dan om met jou samen te zijn? Is dat... Nou, ik vind mezelf niet moeilijk, maar... dat zal ik ongetwijfeld af en toe wel zijn. En... maar ik ben natuurlijk veel weg. Ik ben veel op andere plekken en andere dingen aan het doen. Dus dat is zeker als je kleinere kinderen hebt niet altijd makkelijk geweest. Voor thuis, denk ik. Nou ja, dat hebben we toch maar mooi overleefd. Wat is het geheim? Vind ik altijd zo'n misschien stom woord, maar wat is het ingrediënt wat ervoor heeft gezorgd dat jullie dan als 23 jaar samen zijn? Therapie. Ja, ook. En niet te gauw opgeven. Ik denk dat elke relatie heeft zijn moeilijke momenten en soms ook wel gewoon een moeilijke tijd of een moeilijk jaar of hoe lang dat ook duurt. Er kan allerlei oorzaken hebben die in jezelf zitten of buiten jezelf liggen. Of er gebeuren allerlei kutdingen. En dan is het soms ook niet makkelijk. En met kinderen is het soms ook niet makkelijk. Want die slokken heel veel aandacht op en tijd. En ik denk uiteindelijk dat het belangrijk is. En dat proberen, dat lukt ook niet altijd. Maar dat proberen we wel te doen om genoeg echte tijd voor elkaar in te ruimen. En sommige dingen gewoon... een soort van heilig te maken, zoals vakanties en belangrijke dagen in het jaar en verjaardagen. En, ik bedoel, die zijn bij mij, nu gaat ze lachen als ik dit zeg, maar die zijn altijd leeg.
doe mijn best. Kom. Mooi. Dus het is therapie, niet te snel opgeven. Ja. Nou ja, het helpt enorm om soms met iemand te praten, met z'n tweeën. Om uit een soort van patronen te komen die er nou helemaal insluipen. En je gaat soms ook heel erg in aannames over elkaar zitten die helemaal niet meer kloppen. Dus, nou ja. Kun je goed reflecteren op jezelf? Volgens mijn vrouw van niet. En jijzelf? Natuurlijk. Ik ben daar heel goed in. Kan niemand zo goed reflecteren als ik. Mooi, ik hoor het al. Ja. Wat voor soort vader ben je? Dat moet je aan mijn kinderen vragen. Dat weet ik niet. Ik doe mijn best. Ik ben er ook vaak niet, maar ik hoop voor ze dat ze erop terugkijken en voelen dat als het nodig is, dat ik er wel altijd ben. Ik denk dat dat ook zo is. Hoop ik. Gaat dat dan bij jou wel eens gepaard met een soort van schuldgevoel? Nee. Nee, maar dat is ook hoe ik. Mijn vader was ook nooit eigenlijk. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat hij er nooit was. Want als het nodig was, dan was hij er. En als hij tijd had, dan was hij er. En ik denk dat het daarover gaat. Dat je de momenten die je hebt volle aandacht geeft en opstaat als het nodig is. En verder moeten ze toch hun eigen weg zoeken. En dat gaat wel goed, eigenlijk. Ben je een strenge vader? Soms. Meestal niet. Nee. Nee, als het nodig is. Want je zei net bijvoorbeeld hoe jij vroeger jouw jeugd hebt ervaren en hoe je bent opgevoed. Mm. En dat je, weet je, op je 15e lekker je. Hoe doe je dat dan nu zelf met jouw kinderen? Over drank? Nou, niet per se alleen over drank. Maar ik bedoel, je zei zelf, jij hebt best wel een in die zin toch een vrije jeugd gehad. Ja. Is dat dan, als je nu zelf vader bent en zelf jonge kids hebt, is dat dan? Nou, ik vind dat ik zelf een hele goede opvoeding heb gehad. Dus ik probeer dat wel te kopiëren. Ja, dat wiel hoef ik niet opnieuw uit te vinden. Dat is laten. En als er iets is waar je het niet mee eens bent, vragen stellen. En niet zozeer zeggen dit mag niet of dit kan niet. Maar meer van, is dat nou wel slim? Moet je niet dit of zus of zo? Ja. Je moet de kinderen niet tegenhouden. Je moet ze stimuleren om hun eigen weg te vinden en daarin goed te doen. Het enige waar ik niet tegen kan is als ze lui zijn. Ik vind dat je wel altijd je best moet doen. Als ik dat zie, dan word ik wel streng. Dat is het eigenlijk. Kom, geef alles wat je hebt. Ja. Maar niet uit wat je doet. Maar dat is het enige wat je kan doen. Ja. Is het, hoe kijken zij naar het feit dat hun vader een bekende acteur is? Ja, dat is niet altijd leuk voor ze. Daar worden ze wel eens moe van. Op wat voor manier dan? Omdat je natuurlijk, ik word heel vaak aangesproken ook op momenten dat je daar eigenlijk niet helemaal op zit te wachten. En ik heb daar zelf niet zo moeite mee. Maar voor hun is dat niet altijd leuk. Maar ik denk dat ze anders wel trots zijn, zeg maar. Alleen mijn dochter zegt altijd dat ik niet kan acteren. Oh, echt? Ja, die gelooft mij nooit. Die vindt mij heel ongeloofwaardig. Die ziet nog te veel. Vind je dit dan ook niet goed? Nee. Ja, die ziet mij anders. Dus ja. Jij mag een kaartje pakken. Blond, donker, rood. Qua type, ja. Dat ligt allemaal open. Maakt niet als uit. Als het maar een ontzettend leuk innerlijk heeft. Nou, mensen, je kunt een brief schrijven. Ik heb domme fouten gemaakt, maar daar ook van geleerd. Ja. Ik heb domme fouten gemaakt, maar daar ook van geleerd. Ja. Laten we eerst eens beginnen met, heb je domme fouten gemaakt? Zeker. Noem er eens een. Niet een veilige keuze, hè? Kom op.
Nee, ik zal eerlijk zijn. Ik heb domme fouten gemaakt. Nou, ik heb wel eens... als we het puur op liefde houden, dan heb ik wel eens echt op liefdesvlak wel eens hele domme fouten gemaakt, ja. Maar goed, dat wel fouten die ik misschien morgen weer zou kunnen maken. Ja, dit schiet natuurlijk niet op. Nee. We hebben net een oproep gedaan, die mensen waren aan het schrijven en die zijn nu weer gestopt. Die denken, dit is een vreemdganger, daar heb ik geen zin nee, in. Nee, zo niet. Nee, vreemdgaan heb ik nooit gedaan. Ik ben nooit vreemd gegaan. Maar het is meer dat ik wel eens keuzes heb gemaakt of met mensen in zee ben gegaan. In de zin van dat ik met ze ben gaan daten, wat achteraf al een beetje domme fouten waren. Waar ik van tevoren al uitvoerig werd gewaarschuwd. Waarom deed je het dan toch? Ja, omdat ik een beetje, en dat is ook wel eens tot irritatie van mijn vrienden, iemand ben dat als ik iemand leuk vind, dan ga ik er volledig in op. Dan kan ik echt... Nu weer aan het doorschrijven. Ja. Dan kan ik echt zo de hele wereld overvliegen voor iemand, terwijl ik misschien één keer een goed gesprek met iemand heb gevoerd. Dan ben ik wel gek genoeg om bij wijze van morgen in het vliegtuig naar Australië te stappen, om dan een weekend met iemand door te kunnen brengen. Is dat niet dom? Ja, maar niet dom. Dat vind ik ook niet dom. Maar het is wel natuurlijk als je uitvoerig daarvoor wordt gewaarschuwd van... doe het niet, het is geen slim plan. Dan heb ik wel eens gehad dat ik dan toch dacht, eigenwijs, ik ga het toch doen. En dan achteraf in die zin op mijn bek ging. Want dan heb je er toch grote verwachtingen van. Je kan toch ook gewoon een leuk weekend hebben, of niet? Ja, dat kan zeker. Maar meer in de zin van, om een wat concreter voorbeeld... ik ben bijvoorbeeld vorig jaar op mijn... was ik heel verliefd op iemand. En toen waren we in Jamaica op mijn verjaardag. En op mijn verjaardag op 11 februari werd ik gedumpt. Maar ik had eigenlijk... Wat is dit voor een figuur? Wie hij? Yeah. Ja. Achteraf gezien heb ik heel veel signalen moeten zien en moeten ervaren. Dat ik dacht, ja... dan zie ik hem misschien een beetje, dat klinkt een beetje gemeen, maar dan zie ik dat toch een beetje als een fout die ik ben begaan. Maar ben je met hem naar Jamaica gevlogen? Ja, hij woonde in Amerika, dus ik vloog naar Amerika eerst en toen vlogen we samen door naar Jamaica. En daar heeft hij het uitgemaakt? Ja. Het is het voor figuur. Ja, Frank, als ik dat wist. Maar goed, dus dat is meer dat ik dan denk, als ik nu even over fouten denk, is dat iets recentelijks waar ik van denk, oh ja. Geef straks buiten de uitzending maar even zijn naam door, dan... Ja, dat is wel een goeie. Dan zoeken we hem even op. Ja, dat vind ik. Nee, dat kan niet. Je gaat iemand niet dumpen op zijn verjaardag. Dat gaat echt te ver. Happens, ja. Ik ga de volgende. Stelling. De verkiezingen zijn bijna en iedereen die mag stemmen zou moeten stemmen. Ja. Wat ik ook wel denk dat heel veel mensen misschien beter niet zouden kunnen stemmen. Maar soms wel, dit, hè? Dit is dan geheel terzijde. Als je mag stemmen, moet je stemmen, ja, 100%. Ben je veel met politiek bezig? Nu weer wel. Nu weer wat licht in de duisternis zie. Maar het was natuurlijk verschrikkelijk allemaal. Best wel lang al. Dus ik hoop heel erg dat het nu beter gaat gaan. Je ziet vaak in de geschiedenis dat... zo'n soort fluctuatie van links naar rechts en weer terug. Ik vond de afgelopen 12 jaar het heel onpersoonlijk, onmenselijk, te veel op geld gericht. De zorg is uitgekleed, het onderwijs is uitgekleed. En dat is echt een verschil tussen rechts en links. Ja, de dingen die ik belangrijk vind, onderwijs, zorg, sociaal netwerk... Je vindt het allemaal belangrijker dan dat hele grote bedrijven nog meer geld gaan verdienen. En, als ik dan lees bijvoorbeeld ook over Amerika en dat die Republikeinen dat het speerpunt is. We bezuinigen op zorg en op sociaal welzijn. Dan denk ik, hoe en op onderwijs. Hoe kan je nou bezuinigen op onderwijs? Daar begrijp ik echt helemaal niks van. Dat begrijp ik gewoon niet.
En deze tijd vraagt ook natuurlijk met klimaatverandering en oorlogen en weet ik wat er allemaal aan de hand is om een andere, menselijkere, lievere aanpak. Dus ik hoop dat er weer wat liefde terugkomt in de politiek en dat het niet... Dus eigenlijk bedoel je ook wat je zegt van omdat je nu weer meer die interesse hebt, omdat je het idee hebt, wat het ook is volgens mij, dat er weer iets meer, dat het allemaal weer iets meer open ligt. Waar welke kant het op gaat. Ja. En die linkse partijen hebben zich verenigd. Ik vind Frans Timmermans ook een... Het is een week voor de verkiezing hebben we nog wat aan. Ja. Ik vind dat een slimme man. En hij ziet eruit als de kerstman. Dus dat is fijn. Laten we de kerstman als president aanstellen. Premier. Frans Timmermans. Ja. Dat denk ik. Dat verstandig is. Dat we... Dus eigenlijk liever worden met z'n allen. Een linksere aanpak in dit land. Ja. Nou ja, dat hoop ik. Maar vooral een menselijker en een lievere aanpak. Maar ja, ik heb ook altijd het gevoel dat... Waarom zou je in godsnaam de politiek in willen? Dus ik heb ook altijd het gevoel dat er heel vaak mensen zitten die... Waarom zou je die verantwoordelijkheid willen? Dus daar heb ik diep respect voor. Ik vind ook het gezeur dat die mensen te veel zouden verdienen, vind ik absurd. Ik denk dat de minister-president tonnen per jaar zou moeten verdienen. Want het is echt een kutbaan. Die mag dag en nacht gebeld worden. Die werkt zich helemaal de blubber. En wordt overal uitgescholden, uitgekakt, bekritiseerd. Terwijl zelfs Mark Rutte toch op zijn minst wel dan het gevoel zou moeten hebben gehad dat hij dat deed. Omdat hij het beste met ons allemaal voor had. Dat die man heel andere ideeën over dingen heeft dan ik. Ja, dat kan. Maar het is tijd voor verandering. Zou het iets voor je zijn? Politiek? Man, nee jongen, binnen twee uur... Lig ik rollenbollen met Baudet over de vloer en flikker ik hem de kamer uit, denk ik. Ja, dit is verschrikkelijk. Een tijdverlies. Ik bedoel, elke seconde spreektijd die die man heeft, is natuurlijk tijdverlies. En je moet alle meningen horen, dat begrijp ik allemaal wel. Maar dit wappie gedoe, nee, ik zou daar helemaal niet tegen kunnen. Ik zou weglopen. Nee, dat kan ik heel goed begrijpen. Daar heb ik het geduld niet voor. Maar ben je iemand Kunnen die... politici je ook brieven sturen? Zeker. Voor een relatie? Met mij? Ja. Dat ligt er wel aan wie. Ik hoor nu net een naam noemen waar ik van zeg, die hoeft niet te die schrijven. Die hoeft niet. Nou, wie weet. Nou jongens. Dat ik als over een paar jaar als een soort first lady in de kamer. Mm. Dat is wel leuk. Ja, nee. Ik denk, jij mag een kaartje pakken. Ik heb een seks, drugs en rock'n'roll leven gehad. Ik? Ja, ik moet het aan jou vragen. Nou, die seks, dat is op het moment niet helemaal... Van mij? Ja. Maak je... Oh, er gebeurt wel eens wat. Er gebeurt wel. Ik zit niet stil. Laat je niet ontmoedigen hierdoor, gewoon blijven schrijven. Ja. Hij moet blijven oefenen, weet je wel, is hij straks beter. Exact. Ik denk in principe dat rock and roll. Ik zou mezelf niet per se als rock and roll omschrijven. Maar ik heb zeker wel eens drugs gebruikt. Ik vind dat ook leuk als ik op een festival sta om een keer een pil te gebruiken. Ik heb nog wel wat voor je, jongen. Ik heb nog wel een paar pillen liggen. Ja? Lekker. Ja. Nou, dan fliets ik zo mee. Dus ik vind dat altijd... Ja, ik vind ook altijd dat we daar heel... zeker mij geen reds toch ergens een beetje spastisch over doet. Gelukkig ben ik in die zin niet verslavingsgevoelig. Dus kan ik ook zeggen van, oh ja, ik vind dat dan 2 of 3 keer per jaar, als ik op een lowland sta of zo, vind ik het leuk om iets van zoiets te gebruiken. Maar
Ja, voor de rest ben ik volgens mij niet zo heel rock'n'roll. Ik heb mijn wildere fases gehad, maar toen was ik gewoon net nog wat jonger. Jongen, je bent 25, man. Ja. Ja. Ja, maar ik ging wel echt al vanaf mijn 14e of zo in Amsterdam al uit. Dus ik heb wel aardig mijn vijfdaagse... Wat was het? Ik ging van de 7 dagen, 5 dagen in de week uit. Lekker. Van 10 tot 6 uur 's ochtends. Een beetje tijdens toen ik op school zat. Maar ik ga nog steeds wel uit. Ik kom nog steeds wel eens in een club of in de kroeg elk weekend. Maar niet per se. Ik zou niet zeggen dat ik zou mezelf niet per se de stempel rock and roll geven. Nee. Helaas. Waarom helaas? Ja. Nou, omdat ik vind het wel... ik kan wel eens soms jaloers naar verhalen van vroeger luisteren. Omdat ik het gevoel heb dat het allemaal wat... wat vrijer was, wat mysterieuzer was, mensen letten wat minder op elkaar. Mensen durfden meer. Ja, er waren niet altijd meteen overal filmpjes van. Exact. Wat maar goed ook is, denk ik. Ja? Ja? En doe je daar dan in op jezelf? Ik heb wel mijn tijd gehad, ja. En wat is in voor jou de term rock'n'roll? Nou, ik vind heel ik heb veel geëxperimenteerd met van alles en nog wat. Ik vind drugs kut, heb ik altijd gevonden. Vind ik helemaal niet leuk. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja. Maar ik vond ook zo'n pilletje alleen maar leuk thuis voor de televisie en dan Discovery Channel en naar haaien kijken, zeg maar. Dat vond ik wel leuk, maar in zo'n club met niks voor mij. Maar ik had een heel groot huis op de Prinsengracht vroeger, toen ik nog niet met mijn vrouw was. En daar waren altijd de afterparties en als de cafés dicht gingen, dan ging het bij mij nog even door, zeg maar. Dat was een mooie tijd. Het is ook fijn dat dat voorbij is. Het is niet vol te houden, maar ja, volgens mij moet je het meegemaakt. Ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Ja. Om daarna met volle verstand voor een ander soort leven te kiezen. En heel af en toe is de rock'n'roll er nog wel. Seks en drugs. Zal ik, volgens mij heb ik het laatste kaartje hier. Oké. Leuk. Aan welke rol heb je de mooiste herinneringen en van welke rol droom je nog? Het antwoord is op allebei de vragen hetzelfde, namelijk de volgende. Maar de mooiste herinneringen? Ja, maar als ik dat ga zeggen, dan is het alsof... Terwijl, dat moet allemaal nog komen, joh. Ik ben net begonnen. Dus vragen mensen ook altijd, wat was je mooiste rol? Dan zeg ik altijd de volgende. Dat meen ik ook, want ik kijk niet achteruit, ik kijk vooruit. En het gaat ook helemaal niet over de rol, dat zei ik eerder ook al. Het gaat over de mensen en over... dus in die zin was Wilde Mossels, daar heb ik het meeste vrienden aan overgehouden. En dus dat is voor mij de warmste herinnering eigenlijk. Maar dat gaat over vriendschap, dat gaat niet over per se de rol of de... Het is meer de alles eromheen. Ja. Ja. Heb je, als je dan nu toekomstgericht kijkt, zijn er nog dingen waar je van zegt... dat zou ik nog heel bijzonder of heel vet vinden om ooit nog zo'n soort project te mogen doen? Nee, ik hoop alleen wel dat de Nederlandse film of de Nederlandse series... Dan kijk ik ook naar de streamers en ook naar Netflix. Iets brutaler worden weer in wat we kunnen maken hier. Dat we wat meer dingen kunnen maken die een randje hebben. Of die in België is dat makkelijker en dat begrijp ik niet. Dat was laatst bij het filmfestival een staartje. We maken 227 films. Wat het meeste is van heel veel landen om ons heen. Zeker percentueel. Maar in de schaal van zijn die dan ook echt goed, scoren we eigenlijk heel slecht. Er zijn heel veel romcoms, comedies,
Dus ik wil gewoon drama maken of Maar er is nu wel een idee toch dat dat moet gaan... Enigszins is het idee dat dat gaat veranderen, toch? Dus ja, dat er meer budget naar één project gaat. Dat hoop ik. En ik denk dat fondsen en streamers geld moeten geven voor een idee. En dan de boel los moeten laten. Dus je vertrouwt in de makers of je vertrouwt er niet in. En als daar te veel schablonen op gelegd worden, dan denk ik niet dat dat werkt. Dus ik hoop dat er meer mooie rollen, niet alleen voor mij, maar voor iedereen, dat er meer diepere rollen komen dan dat er nu zijn. Wat staat er voor jou de komende maanden allemaal nog op de planning? Wat ga je doen? November. Als dit uitgezonden wordt, ben ik... zeg ik tegen jou, vind jij een leuke jongen? Ik zou een brief schrijven. Ik val niet op jongens, maar ik zou een brief schrijven als ik jullie was. Dit is echt een leuke jongen. Maar dan ben ik... het is primeur. Nog een ferryfilm aan het draaien, die weer vooruit gaat in de tijd. Dus die eigenlijk na de serie zit. Te gek. Ja. En daar kan je natuurlijk nog helemaal niks over zeggen. Nou, het zit dus na de serie. Dus eind van de serie zie je Ferry weglopen. Heeft hij Bob gespaard, eigenlijk. Als hij die loods uitloopt. Maar hij is wel alles kwijt. Iedereen is weg. Daan is weg. John is dood. Het drugsbaronnenleven heeft zijn sporen achtergelaten. En eigenlijk is hij gewoon helemaal alleen. Dus hij besluit te vertrekken. Naar ver weg. En daar een ander nieuw leven op te bouwen. Ver van de drugs en de toestanden. Of hij dat nou heel leuk vindt. Hij is eenzaam en dan gebeurt er natuurlijk iets waardoor hij een keuze moet maken om daar te blijven of toch nog misschien één klein toertje binnen het circuit te gaan maken. En dan mag jij zelf invullen of die dat doet of niet. Te gek. Ik kijk ernaar uit. Ja. Wat leuk. Spannend. Ja. Hey Frank, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ik ook. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ik zou tegen de mensen willen zeggen, we gaan nu het setbezoek doen. Waarin ik heel veel moeite had om... Weet je het nog? Nee. How do? Oh ja, nee, nog steeds niet goed. Nee. Een jaar later. Het is inmiddels een jaar later. Kom, probeer het nog één keer. Zeg eens gewoon how do tegen de mensen. How do. Dat was hem. Dat was hem. Nou, dan ga ik het nu ook nooit meer zeggen. Nou krijg je ook stop allemaal brieven uit Brabant. Gek op Brabander. Ja. Hey Frank, dank je wel. Graag gedaan. En succes met alles. Goed. Ik ben vandaag exclusief op de set van Ferry de Serie. Speelt zich af na de film en voor Undercover de Serie. Ik ben uitgenodigd vandaag om een snuffelstage te lopen. Vind ik leuk. Maar ik ben hier namelijk eigenlijk maar met één echte reden. En dat is dat ik een rolletje in deze serie wil. Ik weet niet helemaal of dat erin zit, maar mijn moeder zei altijd, als je echt iets wilt, dan kun je het ook. En met dat motto ga ik deze dag in. Watch me, man. Wat kan ik verwachten vandaag? Er wordt een bruiloft gedraaid. Ja. Dus er zullen wel heel veel mensen zijn, heel veel figuranten ook. Dus er is eigenlijk wel genoeg te doen. Jij gaat in Undercover in de eerste aflevering dood, toch? Ja, dit speelt zich daarvoor af. Ja, maar kunnen we nu wat langer van je genieten? Ja, zeker. Kun je daar iets over vertellen? Wij runnen de drugslaboratoria samen met Yannick en wij produceren de ecstasy. Dus wij hebben ook echt een cursus gehad van... Nee! Ja, hoe je het produceert. Echt van A tot Z. Gewoon helemaal welke grondstof erin gaan, welke ketels, hoe je het grindt, hoe je alles... Het lab waarin we werken is ook gewoon zo goed als echt. Ja. Dus als we jullie binnenkort in een hele dikke Range Rover zien rijden, dan weten we... Dan weten we dat we daar niet over praten. We hebben een andere ambitie gevonden. Ja, precies. Is er iets waar ik jullie nu op dit moment even mee kan helpen? Ik heb zin in koffie. Ik zat net te denken. Koffie. Ja. Ik ga voor jullie even koffie espresso halen. Espresso? Ja.
Frank. Hoe vind je het zelf gaan? Goed. Ja? Ah, ja, ik heb best wel wat, wat goede klusjes al gedaan vandaag. Ja. Koffie gehaald net voor de acteurs. Ik, op zich, ik heb geen koffie gezien hoor. Nee. Wil jij zo een bak koffie? Dat zou heel graag. Ja? Heb je een paar ferrywoordjes die je mij kunt leren? Ja, dat is moeilijk. Eerst gewoon eens moeten kijken of je houdoe kan zeggen. Houdoe. Ja, zie je, daar ga je al. Probeer het nog maar een keer. Houdoe. Nee. Houdoe. Houdoe. Dat is al beter. Houdoe. Nee. Houdoe. Ja. Hoor je het verschil? Ja. Dus je moet nu weer gaan repeteren, dus wat zeg jij dan? Houdoe. Doe dat. Succes. Ja, ik ga het houdoe, hè? Houdoe, hè? Nee. Maar dan heb ik ook even iemand die heel snel even alles moet doen. Oké. Moet echt spik en span uit. Oké. Dit is mijn moment. Robin. Wat kunnen de kijkers dit seizoen gaan verwachten? De kijkers kunnen verwachten dat Ferry Bouwman in het begin van zijn prille ecstasy-carrière heel veel tegenwind gaat krijgen van lokale drugsbaronnen die Ferry wilt verstoten. Een ander aspect waar dat heel, heel intens aan bod zal komen is hoe... ja. Houdoe, hè? Houdoe! Nee. Houdoe! Nee. Jij hebt een uur kunnen oefenen en je kan het nog steeds niet. Godver. Hier, let op. Houdoe, hè? Nee. Luister nou even wat ze zeggen. Nog één keer. Houdoe, hè? Houdoe, hè? Nee. Zie jij vandaag voor mij nog een mogelijkheid om mij ergens erin te fietsen? Een vierhandenrolletje dan. I take it. Komt voor elkaar. Ja? Ja. Deal. Scène 842, 5, take 2. Dit ging goed. Ja. En wat, je vertelt net even off-camera je haar. Wat is dat? Wat hebben ze daar? Ja, wat is dit? Kijk hiernaar. Ik had echt best mooie haartjes zoals jij. En toen hebben ze gewoon zo dit allemaal afgekeerd ponnetje naar voren gekamd. Dan krijg je dit. Ik ben dus vandaag ook aan het stage lopen. Is er nog iets waar je van zegt, joh, ga even met mij mijn tekst oefenen. Mag ik even op jou een klap oefenen? Ik mag mijn jas zoeken. Ik heb het heel erg koud. Ja. Top, dankjewel. Ga ik van jou doen. Houdoe. Kijk eens aan. Gevonden. Is dit een beetje hoe jij je jurk zelf ook voor je had gezien? Nee, totaal niet. Nee? En hoe komt dat dan? Ik wil helemaal niet trouwen, Robert. Nee? Nee. Ik begreep net van de regisseur dat jij net best wel hiervoor, dat hebben jullie volgens mij niet vandaag gefilmd, maar in het verhaal hiervoor zit een redelijk prominente scène. Dat jij ergens achter kwam. Ja, ik kom achter heel veel dit seizoen. En ik krijg ook een paar klappen en een paar blauwe plekken. Ja, hoe dat dan gebeurd is, dat weten we ook niet. Maar niet één keer, maar gewoon meerdere keren. Nou, Danielle krijgt in dit seizoen van Ferry nogal wat klappen te voortduren. Doe je dat dan zelf? Nee, ja, meer in de zin van als jij bijvoorbeeld een tik krijgt of zo. Dat zijn natuurlijk speciale maniertjes voor. Maar doe je dat wel allemaal zelf? Of is er dan een hele mooie andere vrouw, een stand-in? Nou, ik heb wel gehoord dat ik één klap dat wel zelf moet doen. Yo. Ik doe mijn eigen stunt. Dat is ik leuk. Ben hier de Tom Cruise van leuk. De set. Jongens, het is gelukt. Wat mijn moeder altijd zei, als je echt iets wilt, dan kun je het ook. Ik heb vandaag alleen maar een klein stukje gezien. Maar het ziet er wel echt, alles ziet er echt waanzinnig uit. Maar ik zou gewoon zeggen, ga kijken. Ferry de serie is vanaf nu te bekijken op Netflix.